Oké, dames en heren, de wedstrijd tussen Almeida en Arco is zojuist afgelopen. Het is 2-1 voor Almeida geworden. Ja, en op basis van de tweede helft is Samensluis wel verdiend. Ja, denk ik op basis van de hele wedstrijd wel verdiend. We waren beter dan Arco. Ja, eerste helft niet. Jullie Almeida hadden ook wel wat mutaties, want jij speelde ook niet in de basis. Wat was er aan de hand? Een beetje last van mijn knie, Bas. Last van je knie? Ja, je kwam erin en staat 1-1 en toen kwam er een vrije treffer. Doch, ik zou hem er even inschieten. Ja, normaal gesproken doe ik dat nooit, maar vandaag lukte het, dus dat is mooi. Ja, het was een spannende wedstrijd. Ik zeg ook, in de tweede helft zat er alles op en aan. En ja, in de eerste helft met je tanden kwam misschien ook wel dat je ook wat spelers miste. Maar ik vind het toch knap hoe jullie zo terugkomen. Ja, op basis van strijdlust, dat is een van onze krachten en dat is, daar doen we het dan op. Dus dat is mooi. En wij daalden met vechtlust, hè? Ja, dat klopt. Daar zijn we goed in. Oké, nou ja, ik zie je wel. Ga er lekker van genieten. Hè? En nog een keer gefeliciteerd en bedankt, Sam. Ja, bedankt, Bas. Ja. Ja, trainer Leo Nederlands, eerste helft, eigenlijk geen foutje aan de lucht. Je kwam ook met 1-0 voor. Ik dacht ook wel verdiend, want jullie waren iets beter voetballend. Ook wel het wat moeilijk was op dit veld, tenminste veld met de wind. Nou ja, dat klopt. Ik denk dat wij in de eerste helft een betere ploeg waren. En dan kom je terecht op 1-0. In de tweede helft dan word je achteruitgedrukt door Almeida. En dan weet je dat het hier lastig wordt. Het moment dat ze de strijd en de passie erin gaan gooien. Ja, en we lopen zelf achteruit. Ja, dan wordt het lastig rondom 16 meter. En als je dan nog een mark fluitende scheidsrechter hebt, dan is het helemaal gedaan. Ja, Koppel, ik zeg ook, het was ook nergens van nodig. Als je kijkt, een paar wedstrijden hebben jullie de eerste helft wat minder. Zoals tegen VVC ook, maar dat pakten jullie de tweede helft goed. Maar nu was het net andersom eigenlijk, hè? Ja, weet je wat het is, Bas? We waren de eerste helft, voetbalden we goed. In de tweede helft, en dat ligt natuurlijk echt aan meiden die gewoon volle bak vooruit gaan. En het ons gewoon het opbouwen gewoon heel erg lastig maken. Ja, dan moeten wij eerder diepte zoeken. En hebben we gewoon nagelaten, vind ik. Ja, en je trof het ook natuurlijk, want je raakt ook Remy al gauw kwijt, Remy Schuurmans. Nou ja, dat is gewoon een smerige overtreding aan de zijkant. En dat soort dingen ziet hij niet. En lullige dingen fluit hij wel voor. Maar goed, nogmaals, ik wil het niet op de scheidsrechter afschuiven. Hij moet ook de hand in eigen boezem steken. Ja, en je krijgt toch op het laatst nog een fantastische kans om toch nog een punt uit vuur te slepen. Dat was een enorme kans, ja. Maar goed, Jesse is 18. Dat hoort er ook bij dat je zulke kansjes mist. Daar leert hij van. Ja, ik weet nog een tijdje terug, heb ik jouw woorden nog een keer gehoord. Je kan geen 26 wedstrijden goed spelen. Ja, nou, de laatste drie zijn... Niet alle wedstrijden zijn iets minder ook, hè? Tuurlijk, maar je weet ook dat ploegen zichzelf op ons instellen. En dat zag je vandaag bij Almeida ook weer. Alleen, ja, dan moeten we iets meer tegenover zetten. Dan hebben we die zelf goed gedaan, alleen de tweede helft niet. Nee, nou ja, het is nou weer de zaak een beetje weer bij elkaar rapen. En op naar de volgende wedstrijden. Zo is het. Je rug rechten en dinsdag en donderdag weer trainen. En aanstaande zaterdag hebben we unites uit. En dan is het weer gewoon een wedstrijd. Oké, Leon, ik wens je veel succes, hè. En dan bedankt. Okay. Ja, trainer Gert-Jan Westerhout, allereerst gefeliciteerd. Het was een prachtig slot op plaats. De eerste helft hadden jullie het een beetje moeilijk, hè? Ja, we hadden het heel moeilijk. We misten vandaag vier baarspelers. En dan weet je gewoon dat je tegen een ploeg als Arkel met heel veel kwaliteiten, dat je het moeilijk gaat krijgen. En met name een 6 en 15. Dekkers en die andere jongen, ja, die kwamen heel makkelijk aan spelen toe. En daardoor gaven we best wel wat kansen weg en konden we heel moeilijk grip krijgen. Ik denk dat we maar een minuutje of 10, 15 een beetje in ons spel kwamen. Maar daaromheen zijn we eigenlijk geen moment in de wedstrijd geweest, de eerste helft. Nee, de tweede helft was een ander verhaal. Maar dat kwam ook mede met jouw inbreng van je ging al vroeg wat wissels plegen om aanvallend te spelen. Ja goed, Sam, we wisten van Sam dat hij geen hele kon spelen. Die kon eigenlijk maar een half uurtje spelen. Dus ja, die wil je dan eigenlijk wel brengen. Maar je zag ook de tweede helft dat we eigenlijk gewoon wel grip op de wedstrijd hadden. We zetten heel goed druk vooruit. Zij kwamen eigenlijk niet meer in de buurt van onze goal. Ja, dan weet je dat je met Sam nog een wapen hebt, zeg maar. Alleen hoe ga je dat wapen inzetten als eigenlijk je buitenspelers het ook goed doen? Dus ja, toen hebben we maar op een gegeven moment gedacht, 20 minuten voor tijd, van we gaan er toch maar een verdediger uit halen. We gaan 1-op-1 spelen. En we geven Sam gewoon de ruimte aan de linkerkant waar hij goed in is. En met Martijn dan vlak achter de spitsen. Dan gaan we gewoon maar kijken hoe het loopt. En dat pakt er hartstikke goed uit. Ja, het pakt er zeker goed uit, want eigenlijk heb je in de tweede helft ook weinig weggegeven. Tot op die laatste seconde na, dat de bekende gelijkmaker er nog in ging. Ja goed, er ontstond een moment dat we... even kijken, vlak daarvoor moesten we eigenlijk Jules wel wisselen, want die zat er doorheen.
Nou, dan moet je nog 2 minuten voor tijd Christian brengen, vlak voor de verdediging. Ik zeg tegen Tom, mee en naar achteren maar even, extra slot op de deur. Ja, die haalt hem dan van de lijn af. Dat was natuurlijk gewoon geluk. Maar wel heel, heel fijn dat, ja, dan moet het even mee zitten, hè, aan het eind. Nou, gelukkig staat het aan het eind mee, want ik vind dat de groep, hè, bewust niet alleen de eerste elf, maar de hele groep, heb dit wel gewoon verdiend. Echt fantastisch. Ja, je ziet, Gert-Jan, met werken en echt strijden kun je ook ver komen. Hè? Ja, want de eerste helft zie je natuurlijk wel, denk je wel bij jezelf, ja, klote man zonder wind. En dan kun je wel voetballen. En ik wilde ook wel zien hoe we voetballend ervoor stonden tegen Arkel. Want de uitwedstrijd, in de momenten dat we met evenveel stonden, want we hadden toen 2 rode kaarten. Ja, op de momenten dat we met evenveel stonden, waren we voetballend, deden we niet onder. Dus ik had eigenlijk vandaag gehoopt dat we gewoon onder goede omstandigheden konden laten zien hoe we er voetballend voor stonden. Ja, aan de andere kant, je weet dat je met deze omstandigheden 1 heel veel wint en 2 je mist 4 basisspelers. Ja, dan moet je iets anders gaan brengen. En dan maar vanuit het duel zeg maar spelen, dus lange bal spelen en dan de tweede ballen winnen. Ja, dan hopen dat je op die manier de wedstrijd naar je toe kan trekken. En als de tweede helft is dat echt gelukt. God, is allemaal mooi. Ja, ik heb er ook eigenlijk van genoten. Als je zo als toeschouwer staat te kijken, is het prachtig als je een ploeg ziet vechten. En echt Arkel helemaal uit de wedstrijd halen, hoor. Ja, goed. Arkel kennen we natuurlijk inmiddels goed genoeg. Hè. Dus dat kloppen ploeg bij ons in de competitie. En we weten ook wel dat deze kort op de huid moet zitten. En soms moet je misschien over de grens. Ja, hey, als dat de manier is om die gasten uit het spel te halen. Gert-Jan, even met af te maken. 2 wedstrijden gewonnen in de 3e periode. Het gaat lekker zo. Ja, nou, volgende week, we moeten ons nu richten op de zwerver uit. Want dat had een hele taai, hè? Ja, goed, jij zegt de 3e periode. Het is gewoon even nog in de competitie blijven, hè? Want je hebt nu 35 punten. Ja, als je nu bij wijze van spreken 3 wedstrijden op rij verliest, dan speel je nergens meer voor. Dus iedere week is nu een finale om in de competitie te blijven. Anders val je een beetje tussen wal en schip. Ik ga ervan uit dat 35 punten genoeg is. Maar ja, als je nu niet gaat winnen de komende weken, niet punten blijven halen, en dan speel je nergens meer om. Dus we willen gewoon in de competitie blijven en daar knokken we met z'n allen keihard voor. Dat kan ik begrijpen, maar ja, aan de andere kant, je hoeft niet meer naar onderen te kijken. Nee, tuurlijk, dat is hartstikke mooi. Dat hebben we ook met voor elkaar gekregen. Hè. De ploeg is veel stabieler dan de afgelopen jaren. En ja, goed, dat komt gewoon omdat er veel meer rust is, veel meer gezelligheid, veel meer duidelijkheid. Alleen dan is het nu, gewoon in de competitie blijven, wat ik net al zei. Ik geniet van die gasten, man. Dat is toch heerlijk. Gert-Jan gaat ervan genieten, jongen. Want je hebt het dik verdiend. En succes, hè? Ja, bedankt, Thomas. Oké.